Goedemiddag. U kijkt naar het weerjournaal van weerplaza.nl. Momenteel is het boven heel Nederland toch flink zonnig weer. Alleen in het zuiden van Limburg komen wat stapelwolken voor, maar daar lijkt het ook gewoon droog te gaan blijven. Als ik alles in beweging zet, dan is te zien dat er in de loop van de ochtend en vooral in het begin van de middag dus meer stapelwolken ontstonden. En momenteel zit het in heel België vol. In de loop van de middag kunnen er misschien nog een aantal stapelwolken gaan ontstaan in delen van Brabant en Limburg, maar heel veel stelt het allemaal niet voor. De wolkenvelden op de Noordzee blijven gelukkig bij ons vandaan, waardoor het ook in de kustgebieden zonnig blijft. Voor de komende dagen dan lijkt het nogal wat te gaan veranderen. Momenteel een hoog drukgebied boven ons land, vandaar zo zonnig weer. Maar vanuit het westen komt de storing langzaam dichterbij, terwijl er ook vanuit het zuidoosten. Warme lucht onze kant op komt morgen. En dat zal uiteindelijk gaan resulteren in een aantal buien, die we dan met name morgen in de namiddag en begin van de avond gaan zien. Hier zien we ze ontstaan boven België en noordwesten Frankrijk. En die buien die trekken dan geleidelijk richting het noordoosten weg, moet ik zeggen, over de provincie Limburg, dan Duitsland in. Die buien die kunnen best wel uitpakken, er kan flink wat regen bij zitten, ook wat hagel. En ook kunnen enkele buien gepaard gaan met zware windstoten. Uiteindelijk is het zo dat de buien dan wegtrekken en dan is het zaterdag overdag dan nog best wel een rustige dag. We komen er tussen twee storingen in te zitten met het koufront ten westen van ons en de zwaardere buien in Duitsland. Mogelijk dat er in de middag in het oosten noordoosten en enkele losse buien ontstaat, maar dat mag allemaal niet heel veel naam hebben. Eerst vanavond. Of eerst vannacht in elk geval, moet ik zeggen, vannacht is het helder. De temperatuur die daalt naar nog zo'n 8 graden in Groningen. Terwijl vanuit het zuiden dus de warme lucht al binnenkomt. Want daar wordt het niet heel veel kouder dan een graad of 15. De wind is inmiddels naar het zuidoosten gedraaid en zwakker tot op zeematig windkracht 2 of 3. Morgen dan is het zomers warm op veel plaatsen. Op de Wadden blijft de temperatuur wat achter en ook aan de kust kan de wind in de loop van de middag van zee gaan waaien waardoor het ietsjes koeler wordt. Over het algemeen temperaturen tussen 24 en lokaal 29 graden. De zuidoostenwind is meest matig van kracht, windkracht 3. En in het zuiden van het land komen dan toch behoorlijk wat stapelwolken voor en dan mogelijk dat een enkeling uiteindelijk uitgroeit tot een regen of pittige onweersbui. In de dagen daarna, dus de rest van het pinksterweekend, blijft het redelijk wisselvallig met op zondag dan nog wel een droge dag. Zaterdag dan in de oostelijke helft van het land misschien nog kans op een regen- of onweersbui en dat het dan voor de buien uit nog zomers warm kan worden. In het westen, daar blijft de temperatuur alweer iets verder achter met temperaturen rond 20 à 21 graden. Maandag neemt de kans op neerslag weer toe, maar nog altijd is het niet koud, opnieuw is het een graad of 20. In de dagen daarna dan blijft het een beetje aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Normaal is een graad of 19, dinsdag komen we op een graad of 17 uit. Vanaf woensdag dan gaat de temperatuur weer omhoog, en misschien dat we vanaf donderdag of vrijdag weer zomerse waarden op de thermometers gaan zien. Mijn naam is Wilfred Janssen voor Weerplaza.nl.